Ik vind altijd als ik thuis kook voor vrienden, dan is dat heel iets anders dan dat ik eigenlijk op mijn werk doe. Dat is gewoon compleet anders. Ik betrap me eigenlijk er zelf altijd bij van, als ik dat ga doen, je wilt het beste van jezelf geven. Maar wat ga je dan krijgen? Je raakt in stress, je wilt fancy restaurants nadoen. Stop ermee, want er redden zelfs niks aan als alleen maar stress. En je vrienden zien je ook niet, dus het is gewoon niet plezant. Dus ik zou het gewoon houden van keep it simple en geniet er zelf ook een beetje van. Dat heb ik vandaag ook een beetje in het menu gestoken, dat het zo simpel mogelijk is. Goeiedag allemaal. Vandaag heb ik een feestje samen met mijn maten. Vrouwen blijven thuis, kei plezant. Ik ga een feestje houden, wat ik zelf ook maar wil meefeesten. Dus ja, ik ga het niet te moeilijk maken, punt 1. Maar wel keigoed. Dus ik ga vandaag 3 gangen minuutje maken. Ik ga gewoon met het dessert beginnen, want ja, dessert, dat moet een beetje opstijven. Dus we gaan ermee beginnen, kunnen we netjes in de koelkast schuiven. En dat is gewoon kei simpel voor achteraf allemaal erin te vliegen. Dessert heb ik gewoon gekozen voor chocomousse. Iedereen is chocomousse. Kan ik ook heel gemakkelijk klaarzetten in de frigo. Dus ik ga een dessert maken. Dat is eigenlijk een soort van chocomousse, klassiek. Maar op die chocomousse ga ik een crumble doen van boterkoekjes. En daarbovenop doen dan een sneeuwpoeder van yoghurt. Dus het is eigenlijk niet een gewone lompe chocomousse. Maar dat gaat heel fris worden door die yoghurt. De sneeuw van yoghurt. En dat ziet er ook kei mooi uit. We zitten ook een beetje in de winter, dus een laagje sneeuw over de chocomousse. Toppie. Patatten zet ik aan de kant. Die hebben we toch pas straks nodig. Die naai ook. Ze nemen de kom. En dan gaan we eieren scheiden. Dus we hebben alleen de dooiers nodig. Ei, wit hebben we niet nodig. Ik ga er een kommetje voor nemen. Voilà. Eigelen, zo'n 300 gram neem ik altijd voor chocomousse. Chocomousse maak ik ook altijd meestal iets te veel. Waarom? Want als je te weinig chocomousse maakt, dan is je kom eigenlijk te groot ervoor. Dan gaat dat niet te goed lukken. En ik verzeker je, chocomousse raakt altijd op. Geef het aan uw mama, aan uw ma. Maakt niet uit. Ik ga hier ondertussen al het water met de suiker opzetten. Ik heb hier 240 gram suiker, 160 gram water. Ik zet dat gewoon volle bak. Tijdens als ik dat op heb gezet, dan ga ik de eidooiers ook laten kloppen. Chocolade gaan we afsmelten. Ik heb gekozen voor 2 soorten chocolade. Dus ik heb pure en ik heb melkchocolade. Het is een beetje gelijk dat je zelf wilt. Ik doe nu 50-50. Ik doe die gewoon kei simpel bij elkaar. Chocolade in de microgolf. Zo, als je in de microgolf chocolade smelt, wel echt opletten, want dat kan serieus fout gaan. Zet je nooit op 1000 watt, want als je op 1000 watt chocolade gaat smelten, ja, dat gaat verbranden en dan krijg je een vulkaan of zoiets. ...650 gram room ga ik even opkloppen met de hand. Altijd zorgen als je de room opklopt dat je niet te ver klopt. Zo is het wel oké. Mooi zacht opgeklopt. Zetten we even aan de kant. Ondertussen staat het suikerwater op. Dat moet ongeveer tot een punt komen van 110 graden. Nu, als dat een beetje schilt, is dat helemaal niet zo erg. En dan, als dat punt heeft bereikt van boven de 100 tot ongeveer 110 graden, gaan we dat bij ons opgeklopt eigeel doen. Dan gaat het zo'n heel mooie massa bekomen. En daarna gaan we dan de chocolade erbij doen. En daarna de room, die half opgeklopt is.
Zo, voilà. Chocomousse is klaar. Joppa. Indien je niet zo'n machine hebt, je kunt dat ook met de hand. Hè. Dat is wel zwaar werk, maar het is allemaal mogelijk. Ik ga mijn kommetjes al pakken. Om te vullen. Heel gemakkelijk. Dus in elk kommetje ongeveer zo'n bodemje vol. Natuurlijk geen heel kom vol. Dat gaat wat veel zijn, denk ik. Voilà. En dit zetten we dan gewoon terug in de frigo. Dan kan dat mooi opstijven en staat dat al klaar voor straks. Dan ga ik nu beginnen aan het sneeuwen van yoghurtpoeder. Wat hebben we daarvoor nodig? Griekse yoghurt. Waarom Griekse yoghurt? Dat is gewoon de beste. Punt. Dat is gewoon de lekkerste. Wat ga ik daarmee doen? Ik ga dat gewoon in een kommetje doen. Dat is allemaal kinderwerk hier. Wat gaan we erbij doen met die Griekse yoghurt? Niet te veel, gewoon een beetje suiker. Hoeveel suiker? Ja, dat moet je gewoon eigenlijk zelf weten. Hoe zoet dat je het wilt, maar ik zou er persoonlijk niet te veel bij doen. Zo, hop, lepeltje of twee. Perfect. Beetje roeren. Nu ga je dat in een klein bakje doen. Een beetje plat. Zo. Mooi vlak. Wat is nu eigenlijk de bedoeling van de Griekse yoghurt? We gaan die in de diepvries plaatsen totdat die echt goed bevroren is. Eenmaal als die bevroren is, dan gaan we die een beetje in stukjes hakken. Heel simpel. En dan doen we die gewoon in de blender. Wat ga je dan krijgen? Een soort sneeuwpoeder van yoghurt. Kei lekker, kei mooi. Zo, de dessert is helemaal klaar. Eens wat we nog moeten doen, is het koekje verkrummelen. Dat doen we gewoon op het einde. Hoofdgerecht hebben we gekozen voor entrecote. Wel een hele goede entrecote. Wat ga ik daarbij geven? Fondant patatje. Sausje gemaakt van Porto. En dan heb ik nog een crème van bloedworst erbij gedaan. We gaan beginnen met ons vlees te bakken. Ik heb hier een entrecote. Ik ben gewoon naar de slager geweest en gewoon vragen aan de slager van geef me gewoon de beste entrecote dat je in huis hebt. En dan krijg je dat meestal wel mee. Dus wat gaan we eerst doen? We hebben hier onze entrecootjes. Ik ga ze hier mooi langs elkaar leggen. Super easy. Pannen, ik ga er twee pakken, want je ziet het, dat gaat niet in één pan passen. Zetten die gewoon op het vuur. Pakken een beetje olijfolie. Altijd olijfolie. Waarom? Of zonnebloemolie gaat ook. Boter, dat bakt altijd aan. En dit niet, dus dat kan nooit niet verbranden. Nu gewoon wachten tot dat begint goed te dompen. Zo. Dat moet goed heet zijn, dat je echt zo tsss hoort. Perfect. Ondertussen, dat het warm begint te worden, ga ik de entrecotes al kruiden. Zout. Doe dat altijd op voorhand. Waarom? Voor het bakken. Dan zit die peper en die zout altijd mooi in het vlees gebakken. Dat geluidje, heel belangrijk. Entrecootjes gewoon aankleuren. Ik denk langs elke kant zo'n 40 seconden, dat is meer dan genoeg. Zodat ze mooi gebakken zijn, zo'n mooi bruin laag. Ik ga deze al aan de kant leggen. Ziet er kei mooi uit. Je ziet het, ik heb hier nog een strookje vet.
Dat mag er altijd aan blijven, want dat is heel lekker voor de smaak. Dat gaat vet afgeven en in dat vet wordt uw entrecote weer gebakken. Alleen maar lekker. Super. Altijd eraan laten. Het leuke is, vlees kunt u gewoon op voorhand bakken. Nadien gaan we dat gewoon op een schaal leggen en dan leggen we dat gewoon op 50 graden in de oven. Dan kan er niks misgaan met vlees. Pas als je verhoogt naar 60 graden, dan gaat uw cuisson doorgaren en dan gaat het een bien cuit krijgen. En wij gaan natuurlijk voor een mooie rosé kleur van de entrecote. Zo, voilà. Ons vlees is klaar. Dat kunnen we al in de oven schuiven. Dat is gemakkelijk voor straks. Belangrijk is natuurlijk al, waarom doen we dat? Op 50 graden of gewoon nu even gewoon niet. Vlees, dat moet altijd rusten. Dat is echt heel belangrijk. Dat moet je eigenlijk al gewoon weten. Vlees, als je dat bakt, doet dat niet onmiddellijk op je bord, want dan gaat er bloed uitkomen, dat gaat taai zijn. Altijd minstens 20 minuten laten rusten. Sowieso, altijd. Dus dan gaan we nu beginnen, ons vlees is al klaar. En dan gaan we nu verder gaan met de saus. Sausje gemaakt van Porto, staat ook volledig klaar altijd van tevoren. Dat ik niet te veel werk heb achteraf. We gaan diezelfde pannen, waar we ons vlees in gebakken hebben, gaan we gebruiken voor onze saus. Want er zit een hele lekkere smaak in. En dat komt natuurlijk van dat vetrandje van de entrecote. Dus ik ga de twee pannen pakken. Ik ga dat vet bij elkaar doen. Voilà. Klein klontje boter erbij. Niet te veel, want het is al vrij vettig. Ook een van de voordelen, we hebben ons vlees op voorhand gebakken. Dat is niet alleen leuk dat we dat op voorhand kunnen doen, maar het is ook leuk dat we nu ook al onze saus kunnen maken. Dus dan kunnen we dat gewoon mooi aan de kant zetten. En het enige wat je dan straks nog moet doen, als uw vrienden, mijn vrienden nu, binnenkomen, saus een beetje opwarmen en klaar. En dan pak ik rode Porto. Rode Porto geeft ook altijd een heel lekkere smaak, vind ik persoonlijk, aan uw saus. Nu, wat ook altijd kei belangrijk is, ik heb er nu rode Porto bij gedaan. Je moet dat altijd, altijd laten inkoken. Tot het een beetje stroopdikte is en dat echt alle alcohol verdampt is. Waarom? Dan gaat het in je saus echt een heel mooi, fijn, klein zoetje eraan hebben. En dat is eigenlijk wel lekker. Dus we laten dat mooi inkoken tot het bijna volledig weg is. En dan pas gaan we de kalfsvoer erbij doen. Dat is wel heel belangrijk. Ik heb hier al mooie kalfsvoer. Ik heb die nu zelf gemaakt, maar je kunt dat perfect gewoon in de supermarkt kopen. Daar hebben ze dat allemaal. Dus je ziet het al, het begint al te minderen. Je kunt het al eens proeven. Als het al zo mooi zoet proeft, dan is het goed. Perfect. Wow. Volstaat wel. Nog een pan hoog zetten, tot die begint te koken. En dan gaan we dat terug een klein beetje laten inkoken, totdat je zelf denkt van, mooie dikte, niet te dun. Het is geen soep, maar mooi sausje. Je ziet het, saus is al goed aan het inkoken. Wat ga ik nu nog doen? Ik ga dat zeven. Dat is altijd goed, dan ziet je saus er altijd veel mooier uit als je dat zeeft. Nu ga je zo soms nog hebben van die kleine zwarte spikkeltjes in zitten, dan zijn die gewoon weg. Perfect. Hup. Zo is het, ons saus. Dat staat al gewoon perfect klaar. Het vlees ligt al klaar. Ideaal, daar moeten we niks meer van aantrekken. Dan ga ik nu verder gaan met ons patatjes. Fondant patatje. Patatje vindt altijd iedereen lekker. Ik heb dat met brood erop gewerkt. Beetje krokant laagje. Allee, ik scoor er altijd heel hard mee. Pomme fondant, dat is kei leuk. Dat heb ik vroeger geleerd op mijn eerste werk. En dat blijft nog altijd bij. Dat is gewoon top. Ik neem altijd een Nicola. Nicola, dat zijn de meest vastkokende aardappelen die er zijn. Dus dat is perfect.
voor onze bereiding van pomp fondant, want dat worden van die kleine cilindertjes. Je moet ze niet eens schillen. Ook plezant, want schillen dat is gewoon helemaal niet leuk. Hup. Je snijdt er hier een deeltje vanaf. Hier ook. En dan zorg je dat dat dus mooi, zie je het, evenwijdig is. Dat is kei belangrijk, want dan gaan we van die scheve, vieze cilindertjes krijgen. En dat willen we niet. Ik pak nu een uitsteker. Als je dat niet hebt, dan ga ik dat zometeen ook voordoen, wat je dan kunt doen. Je drukt ze naar beneden. Andere kant, kijk. Dat is dus de bedoeling dat je krijgt. En uit ene patat krijg je er meestal wel twee. Dat ligt van hoe groot dat je patat is. Ik zal er nu eens een voordoen. Stel je voor dat je dat niet hebt. Ja, pech voor jullie, maar dan moet je hem gaan schillen. Je hebt zo'n patatje en dan ga je er gewoon schijfjes van snijden. Maar ja, als je dan ziet, wat kies je? Dan kies ik voor deze. Ik ga al die patatjes ga ik er zo in zetten. Allemaal op de bodem. En dan ga ik die net onderzetten met water. Dat is kei belangrijk. Zo, dus je ziet dat, die zit nu net onder met water. Dan pak ik boter. En dat mag goed veel zijn. Dus je ziet dat, dat is wel van, poeh, dat lijkt veel, maar je gaat straks zien waarom. Zo, ik kan er zelfs nog wat bij doen. Zo, wat ik dan doe, is gewoon een beetje kippenpasta. Iedereen kent dat, je kunt dat in elke winkel kopen. Maar dit geeft zo net iets extra, vind ik. We gaan gewoon dat water volledig laten inkoken. Als dat water is ingekookt, dat is zoiets, ja, iets typisch, dan is uw patatje ook klaar. En dan gaat uw boter smelten. En als uw boter gesmolten is, dan begint uw boter te bruinen. Maar de onderkant van die aardappels gaan ook bruinen. Dus gaat eigenlijk uw patatje is gaar en dan worden ze automatisch gebakken. En dat vind ik net het leuke aan die aardappeltjes. Ondertussen kunnen we wel iets anders doen en ik ga beginnen met de uitjes. Dus dat wordt rode ui, we gaan die een beetje pekelen en nadien gaan we een beetje rode bietsap bij doen, zodat die nog meer rood worden. En dan daarna gaan we ze nog eens een keer opbakken in rode biet, maar dat is voor straks. Zo, onze uitjes. Ik heb ze al doormidden gesneden. Ik ga even een pannetje pakken met water en dan gaan we laten koken. En dan gaan we onze uitjes heel kort afblancheren, dat het beter af is. Gewoon erin en eruit. That's it. Ondertussen ga ik weer verder met de uitjes. Want dat schilletje eraf doen. Dus ik ga ze nu nog eens een keer halveren, mijn uitjes. Zo, een klein tipje eraf. En wat doe ik dan? Dan ga ik ze nog eens allemaal van elkaar halen. Dan krijg je straks op je bord allemaal van die mooie schijfjes. Je ziet het, water kookt al. Uitjes zijn gebeurd, dus nu gaan we die kort blancheren. Beetje, hop, dat ze goed onder zijn. Patatjes, die beginnen ook goed te gaan. Dus je ziet dat hier, ik ga dat nu eens laten kijken. Dat de onderkant al mooi aan het bakken is. Dat is dus perfect. Wat gaan we nu doen? Heel simpel. Pakken een bord, we leggen dat hierheen. Pakken ons kom en we draaien dat gewoon om. En we laten dat gewoon doen. Over 10 minuutjes vallen al die patatjes van de bodem af. Dan heb je van de bovenkant een mooi bruin laagje. En die zijn kei lekker, echt waar. Zo. Goed, je ziet het. Water begint te koken. Nu mogen ze onmiddellijk afgieten.
ga dat terug in dat potje doen. En ik ga er een beetje koud water op doen. Dat ze direct afkoelen, dat ze niet verder garen. Zo, perfect. Wat ga ik nu doen? Ik ga een ander potje pakken. Ik ga er de uitjes in doen. Je ziet het, ze zijn zo'n beetje van kleur veranderd. Maar straks gaan we zien, gaan die knalrood zien. Je ziet ook, hier zitten van die vliesjes aan. Hè? Kijk. Dat mag er in principe gewoon af. Wordt dat te fel is, die smijten gewoon weg. Dus, hè, hoppa. Hier, dat is het verschil. Eentje met vlies, eentje zonder vlies. Want dat voelt gewoon niet leuk aan in je mond, dat je dat straks in je mond hebt. Dat is gewoon geen fijn gevoel. Zo, rode uitjes ga ik onderzetten. Half onderzetten met water. Rode wijnazijn, dan gaan we ze eigenlijk pekelen. En wat is pekelen? Dan gaat je uitje eigenlijk zo'n een zuur smaakje krijgen. Gelijk dat je wel eens uitjes koopt in de supermarkt. Die hebben ze ook zoiets zuurs. Of augurken, et cetera. Net hetzelfde, dat gaan we nu ook doen. Ik heb dat ook gekozen eigenlijk, van die rode uitjes. Zo'n beetje zoetzuur, dat past perfect eigenlijk bij entrecoot of bij rundvlees eigenlijk. Dat is ideaal. Wat gaan we er nog bij doen? Een beetje rode bietsap voor de kleur. Voilà. Zo, dat staat al perfect klaar voor straks afgewerkt te worden. Wat gaan we daarmee doen? We gaan het gewoon in de koelkast zetten. Er kan niks fout meer gaan. Ondertussen ga ik al eens kijken naar onze aardappeltjes. Ik vind het altijd kei spannend. Dus we gaan het er al eens afhalen of dat gelukt is. En perfect, hè? Kijk, alles mooi bruin. Er hangt er nog eentje op, hè? Dus ik kan hem nog even laten staan. Maar dat kan al niet meer misgaan. Zo, wat ga ik nu doen? Crème van bloedworst. Wat heb je daarvoor nodig? Bloedworst. Simpel. Ik ga dat velletje er mooi afdoen. Hopla. Bloedworst kun je overal krijgen bij de slager. Vrij simpel. Bloedworst, ik vind dat zoiets van, dat wordt ik als zo ja, een beetje ongewaardeerd, maar ik vind dat persoonlijk wel een topproduct. Ik eet dat zelf ook al van kinds af aan. Onze bomma die maakt dat altijd voor mij, maar ik vind dat echt iets ja, gewoon kei lekker en je kunt er kei leuke dingen mee doen. Ik ga er vandaag een crème mee maken. Heel gemakkelijk ook. Dus wat gaan we doen? Ik pak een blender. We gaan die bloedworsten er gewoon in doen. We gaan er een beetje melk bij doen. Olijfolie. Niet te veel. Net van hetzelfde. Je kunt het altijd bij doen. Peper. Beetje zout. Zo, dat ziet er echt perfect uit. Je ziet dat. Mooi crème. Wat gaan we nu nog doen met dat crème van bloedworst? We gaan dat zeven. Dat zijn alle fijne de brokjes die er nog een beetje in zitten, die zijn er dan uit. Ik ga dat in een spuitzakje doen. Klein potje. Spuitzak, gemakkelijk. Als je hem niet opkrijgt. Mooi in het spuitzakje. Voilà. Knoopje erin. En dat kunnen we weer gewoon in de frigo leggen. Dat is gewoon volledig klaar voor straks. Dan aardappeltjes. Ik ga nog eens kijken.
Perfect. Buiten ene, maar die ga ik er zelf aftrekken. Ze. Voilà. En dan ga ik onze aardappeltjes mooi in dat pannetje doen, samen met de boter. Zo, proper pannetje. We zetten ze allemaal voor straks mooi met de bruine kant naar boven. Ik ga er een dekseltje op zetten. Zo, aardappeltjes zijn volledig klaar. Ik ga die nu bij mijn vlees in de oven steken, op 50 graden. Er kan niks meer gebeuren. En straks, als ik de hoofdschotel moet doorgeven, warm ik ze gewoon een klein beetje op. En that's it. Peanuts. Goed, ik ga nu beginnen aan het voorgerecht. Ik heb gekozen voor Iberico ham. Daar scoorde echt altijd mee, geloof me. Ik heb voor Iberico ham gekozen, omdat het gewoon kei lekker van zijn eigen al. Er zit heel weinig werk aan. Bij die Iberico ham ga ik wel een toast geven. Een toast met een emulsie van zwarte olijven. Dat past daar perfect bij. Dat vindt iedereen altijd lekker, kei gemakkelijk voor te maken. En plus, ik kan zelf ook ervan meegenieten. Ik heb gekozen voor zwarte olijven op sap. Waarom? Omdat ik er nadien gewoon een andere olijfolie ga bijdoen die veel beter is van kwaliteit. En dan gaat de emulsie gewoon veel lekkerder zijn. Dus wat ga ik doen? Ik ga hier de olijfjes pakken. Die zitten hier op het sap. Ik pak mijn blender erbij. Dan ga ik die er voorzichtig in doen. We gaan er ook een beetje van dat sap bij doen, want dat is altijd heel lekker dat erin zit. Voilà. Teentje look. Er mag een beetje een looksmaak aan zitten, maar ook weer niet te fel. Want anders gaan we misschien eerder een lookcrème krijgen en dat is niet de bedoeling. Dus het is niet dat je hem echt moet proeven, de look. Gewoon een klein beetje. Olijfolie. Zo. Een beetje rode wijn aan zijn. Niet te veel. Klein beetje sojasaus. Dan maak ik het ook een beetje zouter. Een beetje peper. En een beetje extra zout. Voilà. Op de blender. Zo, dat ziet er goed uit. Sosa, dat staat perfect klaar. Ik kan dat mooi in de frigo zetten. Er kan niks meer mis mee gaan. Zo, het enige wat we nog moeten doen is nu onze ham snijden. Ik heb ze hier al klaar liggen. We gaan daarvoor een fijn mesje gebruiken. Zo. Ik heb straks 6 gasten, plus mij, dat is dus 7. Ik denk zo'n 3 à 4 schelletjes per man, dat volstaat wel. Aangezien we nog een hoofdschotel hebben en dessert, is dat zeker voldoende. Zo, voilà, dat staat al klaar. Het enige wat we nog moeten doen is ons stokbrood straks snijden. En dan staat alles perfect klaar voor ons voorgerecht.
Heel goede vrienden van mij uitgenodigd. Onder andere ook mijn souschef en mijn sommelier zit er ook tussen. Maar ook een paar andere goede vrienden. We geven heel dikwijls feestjes. Als de vrouwen er niet bij zijn, is het altijd feest. En dat gaat vanavond ook zo zijn, denk ik. Oké, mannen, we gaan de Big in een Boga maken. De meeste onder jullie kennen hem allemaal al. Wij drinken dat altijd met personeel. Na het servies op zaterdag, als we gedaan hebben. En dat is eigenlijk een cocktail. De Big in een Boga noemen we hem ondertussen. Dat is eigenlijk een hele grote cocktail. De komkommers ga ik laten snijden door Jeffrey. Ja. Mijn sommelier, die kan dat perfect, dat weet ik zeker. Het is eigenlijk een cocktail met gin, een beetje cava, Sprite, limoen en heel veel munt. Klein beetje hibiscussap, die heeft zo'n hele mooie rode kleur. Feest verzekerd, echt. Lekker. Heerlijk, Jan. Ik hoorde het echt. Doe er nog maar eentje. Oh, nu eten. Ik vind het persoonlijk eigenlijk keiplezant om voor vrienden te koken. Ik doe dat wekelijks of ik ga bij vrienden eten, maar er wordt heel veel gedaan onder ons vrienden. Ik vind dat persoonlijk nog veel leukerder dan mijn werk eigenlijk. Oké, mannen, ik heb als voorgerecht heb ik gemaakt Iberico ham. Ik weet dat, vijf zijn lievelingsham. Ik ga erbij geven een toast van stokbroodje, bruin stokbroodje met emulsie van zwarte olijven. Simpel, maar ik weet zeker dat jullie dat lekker gaat vinden. Zo, voilà, pak de borden. 6. Plus mij, niet vergeten. We gaan met beginnen. Iberico ham gaan we wel schikken. Die hebben we te strak mooi gesneden. Een beetje willekeurig. Bordje van Joachim, iets minder. Zo, Iberico ham ligt erop. Emulsie van olijven. Ik ga er een beetje op zwetsen. Komt niet zo nauw. Dat is allemaal leuk. Oeps. Dan heb ik hier ook nog ons stokbrood. Ons brood ook een beetje insmeren met emulsie van olijven. Zo, we leggen onze toast op het bord. En dan als finishing touch gewoon een beetje olijfolie over de Iberico ham. Nog enkele takjes limoenkers. Dus als je geen limoenkers hebt, kun je ook altijd vervangen tussen een takje kervel. Peterselie. Zo, voilà, ik ben klaar. Ik stel voor van mannen. Ik kom zelf even helpen met mijn dag te brengen. Dankjewel, Jan. Alsjeblieft, Bert. Mannen, smakelijk allemaal. Ja, heerlijke ham. Goed man, ik ga nu een hoofdschotel maken, entrecote, met fondant aardappeltje, crème van bloedworst en rode uitjes. Daarna nog een lekker jusje erbij, gemaakt van callesroo en rode porto. Top. Ik denk gewoon van entrecote, lekker stukje biefstuk, dat heeft iedereen graag. Patatje, beetje groentjes, meer moet dat niet zijn. Ik ga ook even de hulp inlassen van mijn souschef. Hier zit hij, Sandro. Die kan me een beetje helpen. Hè? Applausje. Dus wat ben ik hier aan het doen? Ik ben hier een beetje rode pietsap. Ik heb dat hier gepakt. Ik ben het nu een beetje aan het inkoken. We gaan er zo dadelijk, Sandro gaat er zo dadelijk op de borden uitsmeren. Het is een beetje zoet, altijd lekker en mooi effect op de borden. Ben ik voorlopig nog een beetje aan het inkoken. Ik ga nu ondertussen de aardappeltjes oppakken. Die staan op 50 graden in de oven. Hier zijn ze al. Beetje verwarmen. Boter ga ik in de pan doen. Zo, pan opzetten. Ondertussen de uitjes. Kan ik ook doen. Ander pannetje. Beetje rode bietsap. Voilà. Uitjes mogen erin. Die zijn ondertussen mooi gepekeld. Die gaan we nu in het rode bietsap doen. Voilà. Perfect.
Sander, doe ik even de pompons aan. Ja. Ondertussen neem ik de entrecote, die op 50 graden al warm liggen. Die ga ik nu verwarmen in de pan. Saus mag ook op. Vlees kan ik beginnen snijden. Misschien dat Sander ondertussen een beetje fleur de selder kan opdoen op het vlees. De crème van bloedworst. En dan is het nu tijd voor de saus. Mooi erover, simpel en mega lekker. Het is altijd een feestje eigenlijk, hè? Zo van alles klaarzetten en ermee bezig zijn. En, ja, het is altijd plezant. Serveren maar. Ja, serveren, kom. Ladies first, hè? Dank u, Jan. Alsjeblieft. Dus we hebben hier onze entrecote met crème van bloedworst, rode ui, rode biet en fondant aardappel. Smakelijk. Dag Simon. Laatste gerechtje, jongens. Chocomousse, bedekt met een krummel van boterkoekjes. En nadien ga ik er een poeder van Griekse yoghurt erover strooien. Dat toch een beetje een zuurtje in zit. Dat hapt lekker weg. Dus ik heb hier een doos koekjes meegenomen. Kei simpel. Je zou zeggen van krummel, kei moeilijk. Ik ga het dus even gemakkelijk maken. Zeker als je zelf ook wilt meefeesten. That's it. Heel gemakkelijk dus. Ik ga het sneeuwpoeder van de yoghurt maken. Dat is ondertussen bevroren. Beetje stukjes snijden. Mooi in de blender. Zo, voilà. De ijspoeder van yoghurt. En dan er gewoon zo'n beetje erover. Finishing touch. Ga ik nog een paar blaadjes munt opdoen. Munt past keigoed bij chocolade, dus je kunt dat gewoon erover doen. Dessertje klaar. Mannen, ik zou zeggen... Oh, dankjewel. Wat smaken, hè? Ik wil meer doen, Jan. Mannen, nog een toosje. Goed, Jan. Op een leuke avond.